Hey, juf. Gaan we koken? Nee. Oh. Maar we hebben wel olie. Want we gaan een proefje doen. Yes. En dit keer gaan we laten zien hoe je verschillende vloeistoffen kan lagen. Bovenop elkaar. Alright. Yes. Nou. Juf. Vertel, wat heb je allemaal nodig? Je hebt nodig honing. En honing heb je vast wel thuis ergens staan, dus dat is vast thuis. Olie. En olie heb je ook thuis, want dat heeft je vader of moeder vast om te bakken en te braden. Dan heb jij nodig een wasmiddel. Afwasmiddel? Yes. En je hebt nodig spiritus. En spiritus kan je ook achterwege laten, dus die hoeft niet. Als je dat thuis niet hebt, dan heb je het niet. Als je het gaat gebruiken, wel even overleggen met je ouders, want het is een gevaarlijk goedje. Yes, alright, helder. En water zie ik staan, dus ik ga heel veel water pakken. Ja. Gewoon hop, water. Maar we hebben hier nog water, juf. Kleurstof. Heb je nog een andere kleur nodig? Ja. Oké. Okay. Doe maar... Geel? Blauw. Groen? Blauw. Oké, okay, nou, waar we mee gaan beginnen is de honing. Yes. En de honing die komt onderop, want de honing is het zwaarst. Yes. Ja. Zo, helemaal clean. Nou, dus een laagje honing. Ja, mooi laagje. Je kan natuurlijk ook een dunner glas pakken of een wat smaller glas met een minder grote diameter, de cirkel. Ja, en je moet er dus voor zorgen dat je de randen niet raakt. Juist. Want het mag niet op de randen komen, anders is het verpest. Yes. Kan je dit gewoon zien? Is dit genoeg? Ja. Nou, dat is een klein laagje. Nog een beetje. Ietsjes meer nog. Oké. Okay. En dan als volgende staat er afwasmiddel. Mm-hmm. Dat moet je dan heel voorzichtig erbovenop doen, hè? Mm. Oké, dus dit moet er gewoon boven... Alles op te eten. Afwasmiddel kun je niet opeten. Nee, dat is niet zo lekker. Maar dit kan je gewoon bovenop gieten. Ja, voorzichtig. Gewoon langzaam met beleid. Dus gewoon rustig. Zo. En dan ongeveer net zo'n dik laagje als... beter inderdaad zo. Kijken. Dan ga ik alvast in de tussentijd het water met een beetje kleurstof kleuren. Wauw. Oh, het is te veel. Oh, en het zit aan de zijkant. Oké, ik heb dus gemorst. Maak maar schoon. Zo. Ja, dan moet even nat. En voor de kleur, je kan dus gewoon water gebruiken, maar ik doe er dus eventjes wat kleurstof bij. Zo. Mengen. En dat gaan we dan... Als de meester tenminste de boel een beetje schoonmaakt. Zo, helemaal great. Ja, gaan we dat erbij gieten. Langs, moet het met een lepel doen? Ja, doe jij maar, want jij kan dat beter. Ik ben altijd een beetje onhandig. Oké. Okay. Cool, ik zie dus al twee lagen. Hoe tof is dat? Plantaardig, toch? Nou, olijven, die groeien aan een boom. En als iets plantaardig is, dan betekent dus dat het groeit uit de natuur. Oh, dus niet dat het aardig is voor de natuur? Nee. Hou maar vast. Jij zelf? Ja, jij zelf vasthouden. Oh, dit gaat echt super makkelijk. Oh mijn god, wauw. Heel mooi. Is het genoeg? Ja, zeker. En dan als laatste spiritus. En daar wil ik ook nog even een kleurtje aan toevoegen. Oké. Okay. Nou, en als je dit dus thuis doet, kan je het zo laten. En als je spiritus gaat gebruiken, dan... spiritus is wit. Oh, dat is wel iets blauw. Zo. Zo. Nou ja, anders mors ik gewoon alles ernaast in plaats van in het bakje. En dan gaan we dat weer heel voorzichtig... Ja, dat gaan we niet doen met dit. Oké, ja. Nou, dan maak ik weer zo wel schoon. Oké, dit moet dus ook voorzichtig. Ja. Ik vind dat ze lekker ruiken, spiritus. Maar niet... niet te goed ruiken als je spiritus gebruikt, want dan word je een beetje duizelig van. Wauw! Nou, dit is wel echt cool, hè? Juf, ik ga het even brengen naar voren. Ja, voorzichtig. Hoeveel lagen hebben we nou precies?
Nou, 1, dat was die honing. Dan heb je dus de afwasmiddel. 2. Vervolgens krijg je water. 3. Dan heb je dus de olie. 4. En dan de spiritus. 5. En je ziet dus echt dat het helemaal lagen heeft. Heel cool. En wat hebben we nou hiermee aangetoond dan met het proefje? Nou, dat... Iets met dichtheid of zo, toch? Ja, dus dat de dichtheid van verschillende vloeistoffen verschillend is. Mm-hmm. En hoe dichter de stof, hoe zwaarder het is. Oh, dus ja. Het zwaarste, dat zakt meteen naar beneden. Ja. Dat blijft ook beneden. Ja, dus honing heeft de meeste dichtheid. En honing is ook heel dik. Want als je het... Nou ja, het moet altijd zo... Ja, je moet het echt moeilijk doen om het eruit te krijgen. Ja, je moet het wel echt knijpen om het eruit te krijgen. Ja. Die is dus het dikst. En dan vervolgens, afwasmiddel heeft dus ook een dichtere dichtheid. Ja, dan. Dan bijvoorbeeld water. Ja. Want dat zit er weer boven. Maar wel cool dat spiritus dan het lichtste is. Ja. Oh, daarom zeggen ze ook dat het vervliegt. Ja, als je deze open zou laten staan, dan zou die dus morgen helemaal leeg zijn. Ja. Ja, precies. Omdat het dus met de lucht... Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heel cool. Yes. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, vond je het een leuk filmpje? Geef even een thumbs up, duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal. En heb je vragen, stuur even een mailtje naar filmpjesjuffenmeester@gmail.com. Yes. Tot de volgende. Zullen we even een foto maken? Ja. Dat is wel leuk.